Deel 2. Nu zien we dus de jus eigenlijk. Boter in de pan, ja. Het moet bruin worden. En daar gaan we dan straks de gehaktballen in doen. Of ja. Ja. Dat is goed. Zo. Ja. Even, ik zet hem dan heel even de camera neer. Ja. Nou, doe jij ze erin? Maar niet laten vallen, hè? Gewoon netjes neerleggen dan, hè? Ja. Want anders dan gaat het niet goed komen. Ja. Je moet ook altijd heel voorzichtig zijn, want als je de ballen er soms... Hè? Ja, anders kan het gaan spetteren en dan kan je dus littekens van overhouden. Ja. Altijd heel voorzichtig. Beetje zo. Aan de kant, zodat het dan ook nog andere plekken... Beetje meer vlek hebt voor de rest. Zo. Je kan ook binnenin beginnen, kijk, dat is makkelijker. Ja, de grote ballen kan je het beste binnenin en dan weet je de iets... Zo. Andere soorten maten, ballen, die kan je dan even dan kan je er makkelijker bij straks. Ja. Goed zo. Je moet altijd heel voorzichtig zijn. Want de ballen die kunnen zorgen voor spetters. En als je het gewoon heel rustig doet, dan kan het altijd kan er weinig. Ja. Maar met gas moet je altijd voorzichtig zijn. Ja. Want je weet nooit wanneer het kan springen of... Want nu roer je gewoon heel erg de rieten. Doe ze even een beetje bij elkaar. Hè? Zodat we meer ruimte nog hebben, want we moeten er nog... Negen in. We moeten er nog twee in. Dus dat gaat en dit is de laatste. Nou. Zo. Is dat helemaal goed? Ja. Dat was precies. Zo. Nou. Goed, goed. Nou, ik ga nu eventjes verder met de komkommers. Had ik nog een beeld van het zo? Ja. Ja, dit is misschien niet zo handig voor jou om te doen. En want het kan best gevaarlijk zijn voor kinderen en zo ook nog. Nou ja, dit uit voor de noten die bij het gras staan, hè? Ja. En dit is het bewijs dat het aanstaat. Ja. Daaronder zie je het gras. Zo. En dan... En het sap uit de komkommer kan ook nog altijd springen. Zo. Nou Ralf, dan pak je die... Oh wacht even, die zal ik even pakken. Ik zet de camera weer neer. Ja, je doet nu de dressing erop. Nu doet mijn oma doet de saus erop. Dit is de saus. Ik ga het even lekker intrekken. Ja, dan smaakt de komkommer nog lekkerder. Dan doen we er even een schoteltje op. Zo, gelukkig. Nu is dat ook al wat klaar. Ja. Nou, zo even uit de doen. Even maar we hebben ook nog voor vandaag de bloemkool. We hebben ook nog de bloemkool die we moeten maken. Nou, dat is een paar werkje dan. Even de camera wil pakken. Zo. Dan snijden we het groen eraf. Zie je het? Ja. Nu doen we gelijk even weg. En dan maken we eventjes kleine stukjes. Roosjes noemen ze dat. Roosjes bloemkool. Zo. Zo. Nou, dan kan iemand vanavond zelf kiezen wat je wil, hè? Wat je wil eten. Ja. Wil je bloemkool of wil je snijbonen? De snijbonen die zitten daar in de pan. Even kijken hoor, pakken we even een pan voor de bloemkool. Alleen die pan staat nog niet aan. Kijk, dit is de pan voor de bloemkool. Voor de bloemkool.
Kijk, dan haal ik wel eventjes een beetje van de steeltjes eraf. Zie je? Ja, anders zit je dadelijk op een hard steeltje. Bloemkoolroosjes hou je dan over, zie je? Ik had gedacht dat je die erachter gaat. Ja. Zo. Nou, het ziet er feestelijk uit vandaag. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat we allemaal een beetje vakantie hebben. Dus we hebben nu even wat meer tijd. En dan... Oh, Ralf, ik hou van je. Zo goed. Dank je, jong. Nou. Zo. Nou, het is best nog wel veel bloemkool. We hebben heel veel groenten. Dus jullie mogen vanavond heerlijk de buikje rond eten. Ja. Kijk, je kan beter groenten eten dan aardappelen. Hè? Ja. Kijk, een aardappeltje hoort erbij, maar groenten, dat is voor de vitamine het allerbelangrijkste. Ja. En natuurlijk ook fruit. En fruit. Maar we hebben vandaag eigenlijk geen fruit. Ja, jij hebt wel een appel al op vandaag, maar voor als dessert... Hebben we van die overheerlijke, zal ik je even laten zien in de koelkast. Hebben we van deze heerlijke toetjes gekocht. Van bonen. We hebben er 3 en we hebben 2 met stroopwafel. En 1 dame blanche. Maar we hebben voor liefhebbers van René en van Pascal, die lusten liever een magnum ijsje. Ja. Dus die hebben we ook gehaald. Kijk, laten we even wat water erin doen. Ja, dan halen we even, dan is dit weer even het einde van deel 2. Dan zijn we hier even klaar mee. Goed, we gaan eerst zo even nog het water erin doen. Ja. We gaan het eerst even zo laten staan en dan doe ik ze straks nog even omwassen. Nog even vers water erin, maar nou kan dit even zo blijven staan. Nou, ik vond het heel erg leuk en ik hoop dat ik jullie dadelijk weer zie met de laatste voorbereidingen voor het eten. Ja. Ik ga nu even kijken of we de ballen gehakt kunnen omdraaien een beetje. Zet ik hier ietsje zachter, anders gaan ze te hard. Kijk, worden ze al heerlijk bruin. De bruine ballen. Zo. Nou, ziet het er goed uit of niet? Ja, het ziet er heel goed uit, ja. Zo. Klein balletje voor oma. Oma is niet zo'n vlees eten. Nou, nu laten we ze even op een wat lichter vuurtje laten ze even lekker garen gelijk en even aan de andere kant bruin worden. Zodat ze niet gelijk aanbranden. Ja. Goed? Ja. Oké. Nou, dit was het einde van deel 2. Ja. Dag. Geef een likeje en subscribe voor meer.